Yo mensen, dit is officieel de laatste video van, of nou de ene laatste video, er komt vandaag nog één video online van 2022. Maar ik dacht, om nu alvast terug te blikken, heb ik hier alvast het jaaroverzicht van 2022. Hoe alles is verlopen, want heel eerlijk gezegd, het was toch wel weer het jaartje wel. Dus, ik ga zo meteen het hele jaaroverzicht doen. Je gaat echt iets heel vets krijgen. Tenminste, ik vond het wel vet. Ik weet niet of jullie het vet vinden. En ja, we gaan het allemaal wel zien. Dit is 2022 was dit. Het is een dubbel jaar geweest. Het is een jaar geweest met mooie dingen, wat mindere dingen. En af en toe is ook wel even goed om even terug te kijken op dit jaar. Dus hierbij het jaaroverzicht van 2022. 2022 was een heel dubbel jaar. Ik heb zelf heel veel mooie dingen mogen meemaken. Maar ik heb zelf ook heel veel minder mooie dingen mogen meemaken. Soms is het ook even goed als je terugblikt op een jaar. Vooral bij dit jaar. Dit was een van mijn meest intense jaren van mijn hele leven. Maar ook echt een van mijn geweldigste jaren van mijn hele leven. Ik heb zoveel dingen mogen doen en zoveel dingen mogen meemaken waar ik eigenlijk heel erg dankbaar voor ben. En daarom ga ik nog even alles voor één keer op rij zetten wat er allemaal dit jaar is gebeurd. Zoals gewoonlijk begon het jaar in januari na een hele mooie vuurwerkshow gehad te hebben en een mooi nieuwjaarsfeest in Nederland. Aan het begin van het jaar hebben we gelijk een tour gehad. Een hele korte tour, maar het was wel een hele mooie tour. Helaas waren er veel coronarestricties waardoor er eigenlijk best wel veel gedoe was met mondkapjes en het zat gewoon niet heel erg lekker in de treinen. Maar ik ben in overal geweest, overal nergens, in heel veel grote steden, heel veel kleine steden, heel veel, ja, eigenlijk van alles. En het was zo vet. Het was echt fucking vet om het zo maar te zeggen. Het was gewoon leuk. Nieuwe mensen ontmoet. En ja, helaas wel de coronarestricties. Maar ik moet wel toegeven, we konden wel toeren. En daar was ik wel heel blij mee. En dat heeft na heel lang ook wel weer, ja, gemogen. Het heeft zo lang geduurd en ja, de tour, dat was heel tof. Vooral wel het nadeel was dat het elke keer wel heel vroeg opstaan was. En dat was fysiek op een gegeven moment best wel zwaar. Dus daarom was het ook wel weer heel mooi, maar het was ook wel echt vermoeiend en slopend. Maar ik moet wel toegeven, we hebben echt heel veel vette dingen gedaan. Ik ben voor de eerste keer naar Vlissingen geweest. Vlissingen was voor mij echt gewoon bizar, omdat het gewoon helemaal aan de andere kant van mij voor Nederland ligt. Maar we hebben wel echt vette opnames gehad en de vetste video's opgenomen waar ik wel heel blij mee was om, ja, dat gewoon uiteindelijk te doen. Dus ik was, ja, het was wel echt een geslaagde tour. Na Home, Get High, For So Long, Machina, Alone, First en Waiting For You te hebben uitgebracht, wat uiteindelijk mijn album Dreamland werd en wat echt super dik ging. Het ging echt met mensen over de hele wereld. Het was echt super dik. Was het wel echt een primeur voor mij. Na uiteindelijk even een middagje gefilmd te hebben in Valkenburg en even naar Amsterdam geweest te zijn. Na een middagje boden in Meidrecht kreeg deze kleine jongen al een leeftijd waar hij al heel lang op moest wachten, namelijk 18. Toen ik een paar weken 18 was, ging ik alweer op tour. Deze was super leuk. Het was eind februari en deze duurde een week. Ik ging onder andere naar Antwerpen, naar Friesland, over de Afsluitdijk via Amsterdam, naar Groningen, naar Wilhelminaoord, weer naar Groningen en noem het maar op. Maar het was echt niet te vergeten, mijn treinreis met mijn vrienden. Ik ging naar Rotterdam en Utrecht. Het was voor het eerst dat ik met mijn schoolvrienden zo ver weg ging. Het was echt heel leuk. Toen even een maandje volop meetings en opnames. Daarna Back to You uitgebracht met Tommy Haks. Naar het provinciehuis van Friesland te zijn geweest. En naar de dierentuin in Amersfoort. Nog even een lekker avondje Amsterdam te hebben gepakt. Ging ik uiteindelijk ergens naartoe waar ik zo graag heen wou. Met Sven en Jeffrey, de DJ's. Naar Stamped Records, het label van Martin Garrix en de studio van Martin Garrix was zo vet. Dit was ook echt één grote droom wat is uitgekomen. Na Stamped Records was het eindelijk een keer tijd voor vakantie. Ik ging voor het eerst naar Scandinavië in mijn leven. Ik ging eerst naar Denemarken, toen naar Zweden en uiteindelijk naar Noorwegen. En daar ben ik echt een week geweest. En Noorwegen was zo'n mooi land. Ik heb echt even een hele korte recap in foto's, maar het was echt niet normaal mooi. Daarna nog even een dagje naar Bielefeld in Duitsland. En uiteindelijk om weer even te ontspannen, weer even lekker een dagje naar Amsterdam. En niet veel later was er weer tijd om op tour te gaan. Deze keer ging ik naar Hannover toe, naar een elektronica beurs waar je allemaal technologische snufjes ziet die je waarschijnlijk in de toekomst ziet, zoals je hier op het beeld ziet.
En het was super leuk. En het leuke is, dit is ook nog internationaal. Uiteindelijk heel even de stad in geweest en toen weer door geweest naar huis. Een soloplaat van mij, The River, is uitgebracht. Uiteindelijk weer even naar een evenement geweest in Rotterdam, genaamd de EO Jongerendag, wat echt super vet was, behalve het eten. Check de rij, dit sloeg echt helemaal nergens op. Ik heb nog nooit zo lang voor mijn eten gewacht, echt 2 uur of zo. Toen even een korte tour gehad voor opnames in Amsterdam. En toen, 1 juli, zomertour 2022 ging van start. Ik ben in Zeeland geweest, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, alle Randstadsteden. En vooral echt overal nergens. Het Koninklijk Paleis ben ik ook nog geweest. Het was echt heel leuk. En het mooie was, dit was de eerste echte zomertour zonder coronamaatregelen. Dus dat was nog beter. En veel opgenomen deze zomer hebben we ook. En uiteindelijk ook in Leiden en naar de Bussum en de andere steden. Maar ja, dit waren meer de grotere steden en de grotere plekken waar wij het meest konden vinden. Daarna even een korte vakantie gehad van 2 dagen. Ik ben even in Dresden, Praag en Leipzig geweest. En uiteindelijk nog even over een van de hoogste hangbruggen ter wereld gelopen. Wat echt super bizar was. Uiteindelijk weer terug in Nederland om door te gaan met toeren. Weer 2 keer in Amsterdam geweest, waarvan 1 keer met het Stedelijk Museum, Friesland, Delft, Rotterdam. En nog een keer naar Dordrecht. Uiteindelijk nog even met wat vrienden naar Aken geweest, een dagje gezellig. En toen was het alweer tijd om door te gaan naar een andere vakantie, naar Kroatië dit keer. Uiteindelijk even een weekje opgeladen in Kroatië en even een dagje naar Bosnië geweest te zijn. Tijdens mijn vakantie is Dreams uitgebracht met DJ Mark Rabbi. Uiteindelijk weer terug in Nederland, even naar Strijen geweest om een vriendin op te zoeken. En uiteindelijk even overdag in Rotterdam geweest zijn via Rotterdam, want Strijen ligt net onder Rotterdam. En s'avonds in Rotterdam en heb ik hele sicke foto's mogen maken. Kijk hier, het is echt sick. Uiteindelijk was mijn zomertour klaar, maar ik heb nog wel even kort getoerd. Ik heb eerst opnames gehad met Tim, daarna ben ik naar Zuid-Limburg gegaan, Maastricht en Heerlen om precies te zijn, voor opnames weer voor Electric Tube. Daarna ben ik even naar Utrecht geweest voor een bepaald project, maar daar gaan we nog niet zoveel over zeggen, anders wordt deze jaaroverzicht wel heel lang en dat horen jullie binnenkort. Daarna nog even naar Amsterdam geweest, nog even met wat vrienden naar Den Haag, naar de Tweede Kamer geweest, naar Scheveningen even een middagje. Daarna nog even naar Amsterdam en Rotterdam nog even een keertje geweest zoals gewoonlijk. Na mijn zomertour heb ik weer heel veel 's nachts gewerkt, maar eigenlijk werkte ik sowieso al best wel veel 's nachts, maar dat heb ik niet in het jaaroverzicht gedaan, omdat het niet heel erg interessant was, aangezien ik veel over de zomertour te vertellen had. Maar om even te melden, ik heb wel weer heel veel 's nachts gewerkt, zoals hier bijvoorbeeld. Daarna weer eens opnames voor Electric Tube, daarna gingen we weer op tour, eerst in de avond naar Amsterdam, daarna nog een keer even naar Brabant en daarna in de middag nog even naar Amsterdam weer. En uiteindelijk, zoals gewoonlijk, aan het eind van het jaar, wat je altijd doet, is naar de kerstmarkt gaan. En dit jaar ben ik naar de kerstmarkt in Keulen geweest. Het is een hele mooie kerstmarkt, echt een hele grote kerstmarkt. Zeker om aan te raden, nou, je ziet die op de foto's. En het was echt niet normaal leuk. Uiteindelijk nog even naar Amsterdam en Rotterdam geweest zijn met kerstverlichting en kerstversiering daar in de avond. En de laatste zijn teruggepakt en bijna gedrogeerd zijn. En toen was het tijd voor een van de gekste ideeën die ik ooit heb gedaan. Ik ging een dag naar Luxemburg. Het was letterlijk 14 uur reizen of zo en op die dag en we waren er echt maar 2 uur. Uiteindelijk zijn we nog in Brussel en Antwerpen uitgestapt. En van Antwerpen is mijn stem fucked up geworden. Zoals jullie waarschijnlijk nu horen, maar ja, ik moest het toch even laten horen zo. Want dan weten jullie hoe mijn stem is. Daarna nog even een dagje Amsterdam en even in het Rijksmuseum geweest. Waar ik wel lang voor in de rij heb gestaan dat ik recht was. En toen de laatste trip van dit jaar. 30 december, even naar Lelystad. En dat was de laatste trip van dit jaar. Nou, dames en heren, ik zit op dit moment in Luxemburg. Wat jullie net zagen, maar knettergek idee heb ik gedaan. Kijk hoe evenontant mooi dit is. Ik moet wel even 1 ding doorgeven. Dit jaar was wel heel bijzonder. En heel veel vette dingen gedaan, heel veel lijpe dingen gedaan. En ik doe gewoon gek. Dat is het motto. Ik zou dat ook gewoon lekker meenemen voor je leven. En ik zeg dan nog 1 ding, fijne jaarwisseling. En de beste wens voor 2023, tot volgend jaar. Later.